ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತರ ಡಚ್ ದೇಶದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು. ಇಂತ ಜಾಗ ಇಂತ ನೀರಿದ್ರು ಒಂದ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ. Goed, wij naderen nu de Dorpswacht. Ook rond 1600 gegaan voor transport van turf. Vanaf 1750 zijn we begonnen met het bouwen van de eerste huizen. En wij passeren zometeen een meter of 10 aan de rechterkant een wit huisje. Dat is een van de oudste, dat het is van 1835. We have now arrived on the Village Canal. Also created around 1600, meant for transport of peat, those bricks you just saw. From 1750, the people started to build the first houses, and the white house here on the right-hand side is one of the oldest. This one dates from 1835. This canal is 11 kilometers in length. There are about 76 bridges under which we can sail, and most of the bridges in front and behind us are for the people who live on the right-hand side, because the houses on the right-hand side are all built on small islands, so such a bridge is the only way to reach that house. Nou, deze dorpsgracht, dames en heren, is zo'n 11 kilometer lang. Wij lopen Giethoorn Zuid en wij bevinden ons in het zuidelijk gedeelte, naar Noord. En in die 11 kilometer zijn 76 bruggen waaronder we kunnen varen. En er zijn er ook nog een 100 van die platte bruggetjes, zoals hier links. Die zijn voor de, over de slootjes heen, die worden vonders genoemd. Als u naar het huis aan de linkerkant kijkt, ziet u Villa Bontekoe onder de brug door. Het heeft een pannendak. If you look at the house here on the left hand side, it has tiles on the roof. I will explain about those tiles in a minute. Rijke mensen in Giethoorn die van het dakpannen kopen, die waren dus letterlijk en figuurlijk onder de pannen. De arme lieden hadden daarvoor helemaal geen geld, dus ze kochten vroeg het goedkoopste materiaal wat er was. En daarom zien wij zoveel huizen met een rieten dak. Riet vroeger voor de arme mensen, nu is dat volledig omgekeerd. Hè? Most of the roofs of the houses have those lovely thatched roofs, as you can see here on the left and right hand side. There are a few houses with tiles on the roof. Rich people, they could afford to buy tiles for their roofs. Hier aan de rechterkant zien we een punter, hè, op de wal. Zo'n typische eikenhouten boot. Die wordt er nu nog steeds gebouwd trouwens. Maar dan voor recreatief gebruik. On the right hand side, a typical boat from this area, de punter. Hè. A farmer used those boats, made of oak, for visiting cows, etc. Het bouwen van de punter is heel bijzonder hoor. We hebben zelf een punter laten bouwen en ze beginnen altijd met de bodem, met het vlak. Dat is tegenwoordig van Iroki, hardhout. En dan komen eerst de zijden. Die worden dus, dat zijn dus van die brede planken, die worden dus ook helemaal met water en vuur worden ze dus bekromd aan de uiteinden vastgezet. Dan komen de twee stevens op, poeder achter. En als dat pas zit, dan komen pas die korven op die dingen waar schip normaal begint met de spanten erin. Dus een punter wordt eigenlijk in de zak gebouwd, volledig tegengesteld op een normale bouwwijze. On the right hand side, a lovely shop called the Old Earth, Lots of Stones, Minerals, Jewelry. Dit pand hier rechts van de oude aarde, het was eerst een coöperatieve bakkerij en kruidenierswinkel. Dat hier van 1918. Tot eind jaren 40 werden de manden met brood bijvoorbeeld in de punters gezet. En dan werd het brood door de omgeving uitgevend. Goedemiddag. Nou, met 2700 inwoners is het niet zo heel veel.
The house on the left-hand side, it is for sale. They're asking 759,000 euros. 795,000 euros. But you can make a shop. So you can make a profession. 795,000 euro voor het huis links. Met winkeltjes in de bij. Er zit ook een bedrijfbestemming op. The next two houses are also for sale. And those two, you can buy them for one price. They belong to a brother and a sister. The family is selling them for one price. They're asking 1.9 million euros. But if you offer them 1.7, I think you will have those two houses. Hebben jullie die groene voordeur gezien bij die twee huizen die net misschien te koop zijn? Beide huizen hebben in het vorige huis een groene voordeur. Als je straks in het dorp komt, kijk dan, wat zijn meer huizen die dat hebben. En deze deuren komen allemaal direct in de woonkamer uit. Een normale deur zit aan de zijkant. Dus die deuren worden maar twee keer in de